En we zijn aan het opnemen. Wie hebben we hier? Wie ben jij? Ik ben Mees. Nou, sorry, je bent wel heel enthousiast. En wij zijn het vandaag hele testteam, hè Mees? En wij gaan, wat gaan we vandaag testen? Wat hebben we hier? Nou, ik wil wat over mijn koptelefoon vertellen. Ja. Want die had ik van papa helemaal uit Amerika gekregen voor Sinterklaas. En toen kreeg ik een iPod en dan ging ik er elke dag mee muziek luisteren. Ja. Waarom heb je deze koptelefoon trouwens gekregen? Wat was er met de andere koptelefoon gebeurd? Nou, daar bijt ik altijd op de kabel. Ja. En dan gaat de kabel kapot. Ja, dat was een hele dure koptelefoon. Dus toen hebben we voor een andere koptelefoon gezorgd. En deze heet de MyPhone. Oh ja, in beeld houden graag. De MyPhones van Griffin. Even hou me goed vast, dan zal ik hem even laten zien. Oh, niet te dichtbij. Zo. Nu ga ik jullie allemaal de plaatjes laten zien die je op kan. Want misschien vind je ze wel leuk. En dan kan je hem misschien later ook eens een keer zelf kopen. Ja, heel goed. Maar gaat hij makkelijk open, Mees? Nou, kijk. Ik zou die uitleggen. Want voor hoe oud is hij? Er staat op van welke leeftijd? Het is tot en met 3 tot en met 12. 3 tot en met 12. En jij bent? Ik ben 7. 7. En dan doe je zo, dan druk je op de knopjes. Ja. Dat is best wel moeilijk. En dan schuif je ze alle twee open. Daar gaat hij open. Dan gaan we er even op inzoomen. Wat zit er allemaal in? Oké. Kijk. Dit is de koptelefoon. Ja, de koptelefoon. Sorry jongens, mag je even wachten. Dit is de koptelefoon. Ja. Lange kabel. Heel fijn. En? Dit zijn twee oordopjes. Ja, maar dat... Jullie hebben al gezien dat dit twee dingetjes zijn. Ja, want je kan daar iets in doen. Hè? De zijkant kan je veranderen. Kun je customizen, heet dat. Ja. Die kan je zelf veranderen. Deze, dat is speciaal voor de meisjes. Waarom zijn die voor de meisjes? Nou, omdat het een beetje rozig is. Oh, die zijn roze. Kan je die andere nog even daarnaast leggen? Kunnen we die ook eventjes zien? Welke dan? Die andere, dit zijn de roze dus. En dit zijn de oranje. Oranje. En welke heb jij er nu in zitten? Laat die ook even zien. Nu de blauwe. Laten we hem even op inzoomen. Van de robot. Oh ja, dus die aan de zijkant. Kan je hem ook eens opdoen? Kunnen we eens even kijken hoe die zit? Want hoe zit die? Heerlijk. Ja, zit die echt lekker? Ja. En kijk, er zit ook nog wat dat je hoog kan doen. Rood, ja. Heb je al op deze kabel ook al gekauwd, Mees? Nee. Oh, dus we weten nog niet of die daar tegen kauwende jongetjes, of die dat wel aan kan. Eigenlijk het belangrijkste, Mees. Hoe klinkt die? Is die goed? Hij is heerlijk. En kijk, je kan er ook zelf dingetjes tekenen. Oh, voordat we dat vergeten, ja inderdaad. Zit er eentje bij, zodat je zelf van die ringetjes kan maken. Kan je een tekening maken. En die kan je in de zijkant doen. Dan is het helemaal je eigen koptelefoon. Ja. Hey, en Mees, hoe klinkt die? Hij klinkt echt heerlijk. Ja, en kan die hard? Nou, ja hoor. Toch wel? Hey, want dat is het grappige. Want deze koptelefoon is speciaal gemaakt om ervoor te zorgen dat je niet te hard afluistert. En ik vond hem nog, want ik heb hem even geluisterd, ik vond dat hij nog niet zo heel erg hard kan. Een beetje te zacht eigenlijk vond ik het. Dus je moet altijd heel stil op je kamer zitten. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een goed idee natuurlijk, hè? In plaats van in een roerboerige ruimte. Oké, dus wat voor een cijfer geven we? Het geven 10! Oh, oké. Nou, dat had ik niet verwacht. Cijfer 10 voor deze koptelefoon van Griffin, de MyPhone. Speciaal voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Bedankt, Mees.